Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Zojuist in de les was ik vastgelopen bij het vierde voorbeeld. Want ik zag toch echt de vierde graad vergelijking eruit komen. En geen manier dat die hoge machten weer weg zouden vallen. En dat kwam omdat ik 2 termen vergeten was op te schrijven. Dus ik heb alles wat fout was even uitgeveegd. En we gaan verder vanaf het laatste goed bekende punt. Ik heb net die haakjes hier zitten uitwerken. En de doelstelling is nu om de termen bij elkaar te rapen. Zodat we iets krijgen wat lijkt op een kwadratische vergelijking. Dus wat we gaan doen is we nemen die x-kwadraat en die a-kwadraat x-kwadraat samen. En dat geeft een 1 plus a-kwadraat x-kwadraat. Dit ding, dat is mijn a van de ABC-formule. Dan alle termen met x. Ik heb hier een 14ax en een min 12a-kwadraat x en een min 10x. Dus als ik dat samen neem, dan krijg ik hier 14a. Min 12a² en min 10. En dat gaat dan keer x. Dus dit ding, dat is mijn b. En wat ik dat over heb, dat is al die andere zooi. Die 25's die vallen tegen elkaar weg, dus daar heb ik geen last van. Maar ik heb nog wel een 36a² en een min 84a. En die 49, die plus 49. En dit hele ding is de C. En de vergelijking die hier staat, is de vergelijking die je gebruikt om de snijpunten tussen die lijn en die cirkel uit te rekenen. En wij willen dat die lijn raakt aan de cirkel. Dus we willen dat de discriminant van deze vergelijking gelijk is aan 0. Dus dat gaan we als volgt doen. We schrijven de discriminant op van deze vergelijking en we eisen dat er 0 uitkomt. Dus dan krijg je hier je 14a. Min 12a² min 10 in het kwadraat. Min 4 maal a maal c. Nou, a was 1 plus a². En c, dat was 36a² min 84a plus 49. En we willen dat het 0 is, omdat het de discriminant is. Hè? En als discriminant is 0, dan krijg je een raaklijn. Dus weer allemaal haakjes om uit te werken. Inderdaad, je krijgt hoge machten van A. Maar als ik geen rekenfouten maak, dan zul je zien dat de hogere machten, dat de tweede macht, tegen elkaar wegvallen. Dus je krijgt hier bijvoorbeeld 14 keer 14, 196a² plus 144a tot de vierde plus 100. Dat zijn de kwadraten van die dingen. En dan nog de kruisproducten. Dus die keer 2, die keer 2, die keer 2. Dus dat geeft min. Even de rekenmachine erbij. Want ik ben van de rekenmachine-generatie, lieve mensen. 14 keer 12 keer 2 geeft 336 a tot de derde. En die keer die, dat geeft min 280 a. En die keer die, dat geeft plus 240a². 240a². Oké, dus dat is dit kwadraat uitwerken. En nou deze zooi. Dus plus, dan ga ik even hieronder verder. Min 4 keer 1 keer 36a². Dat geeft dus 144. Dus min 144a². Min 4 keer 84, min 336a, en dan ook nog die 4 keer 49, dat moet natuurlijk mooi uit, dat is 196, dus dat wordt dit wordt plus, dit wordt min, min 196. En dan krijg ik nog een keer deze zooi, maar dan met allemaal a². Hè? Want in plaats van 4 keer 1 keer dit, doe ik dan 4 keer a² keer dit. Dus dan krijg ik min 144 a tot de vierde plus 336 a tot de derde min 196 a² is 0. Nou, nu gebeurt er iets leuks. Want die
hoge machten van A, die gaan inderdaad tegen elkaar wegvallen. Kijk maar, die 144A tot de vierde, die heb ik hier met een plus en hier met een min. Dus die valt weg. En ook die min 336A tot de derde, die heb ik hier ook met een plus. Dus we moeten even kijken wat ik overhoud. Ik heb een 196a kwadraat. En ik heb hier een 240a kwadraat. En ik heb hier een min 144a kwadraat. En ik heb een min 196a kwadraat. Dus dat geeft 96a kwadraat. Dan de dingen met alleen een a. Dus dat is min 280a. Plus 336a. Dat is 56a. En het losse getal. Ik heb een 100. En dan heb ik een min 196. En dat is het wel. Dat is min 96 is 0. Dus om de waardes voor a te vinden waarvoor ik een raaknaam heb, hoef ik alleen nog maar deze kwadratievergelijking op te lossen. En daarvoor pak ik eventjes een schoon bord. Dit ding oplossen, dat doen we gewoon direct. Hè. Dan zeggen we a is min b, plus of min de wortel van b kwadraat min 4ac, dus 56 kwadraat min 4 maal 96 maal min 96. Gedeeld door 2 keer a. Oké. 56 in het kwadraat. Min 4 keer 96 keer min 96 geeft 40.000. En de wortel van 40.000 is 200. Dus hier staat gewoon min 56 plus of min 200 gedeeld door 2 keer 96. Dus dat is 192. Dus dit geeft twee oplossingen, lieve mensen. Namelijk min 56 min 200 gedeeld door 192. Dat is 4 derde, min 4 derde. En de andere is met het plusteken, dus min 56 plus 200 gedeeld door 192. En dat geeft 3 vierde. En dat zijn precies de richtingscoëfficiënten die ik hier heb. Namelijk de ene lijn door 6,10 die heeft een richtingscoëfficiënt van 3 vierde. En die andere lijn heeft een richtingscoëfficiënt van min 4 derde. Dat kan je hier ook zien. En deze getallen die moeten we kunnen uitrekenen door die algemene lijn in te vullen. Hè? De algemene lijn was dit. A is AX. Spieken. Plus die min 6. Dus als ik nou die A is 3 vierde pak. Dan staat er I is 3 vierde x plus 10 min 6 keer 3 vierde. En dan heb ik hier die 5,5. Nee, dat klopt. Dat heb ik hier ook. En die 18, daar moet ik dan ook op uitkomen als ik neem A is min 4 derde. Dus gaan we ook even proberen. I is min 4 derde x plus 10 min 6a. Dus 10 min 6 keer min 4 derde. Geeft inderdaad de 18. Dus op deze manier kan je de formules berekenen van de twee raaklijnen als een punt buiten de cirkel gegeven is. Nou is het voor mij wel een verrassing dat je überhaupt die vierde machten hier krijgt. Ik ben blij dat ze wegvallen en zo. Maar misschien is er nog een andere methode om dit ook te doen. Dus dat is een leuk huiswerk voor jullie voor na de vakantie. Om te kijken of dit misschien ook kan. Zonder dat er opeens allemaal enge derde en vierde machten op het bord komen. En dan vervolgens gelukkig weer weggaan. Dus dat was het. En even afsluiten. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel.